AD.nl gaat naar de Olympische Spelen. En we gaan vandaag even langs bij Arnold van der Leijden. Die is zelf 3 keer naar de Olympische Spelen geweest. Heeft ook 3 medailles gewonnen. En we gaan even vragen hoe het met hem is. Hoe het met de boksen in Nederland is gesteld. En ja, of ik zelf misschien nog een kansje kan maken om een medaille in de wacht te slepen. Mijn Olympische ervaring eigenlijk ook als basis, eigenlijk als fundament voor de persoon die ik nu ben geworden. Want ik heb bij die Spelen heb ik geleerd om te winnen, maar ook om te verliezen. Want ik heb 3 keer brons gewonnen. Dat betekent dat ik 3 keer ben uitgeschakeld op weg naar de Olympische finale toe. Dan moet je mee leren omgaan. En kun je ook iets vertellen over het Olympische dorp? Wij krijgen nu een bericht in de media dat alle sporters per persoon 15 condooms krijgen. Gaat het? Nou, die details heb ik, dat soort dingen heb ik niet meegemaakt. Okay. Topsporters zijn kinesthetisch. Die zijn gevoelsmatig, maken graag verbinding met hun lijf. Ja. En daar ligt natuurlijk ook de contact naar andere. Nou, dat klinkt als een goed excuus. Vandaag blijft een condooms. Nu is er zo iemand als Badr Hari, die is 28. Nou, jij stopte ermee en hij wil nu gaan boksen. Maakt hij kans? Hij heeft natuurlijk wel in het kickboksen wel bewezen dat hij kwaliteit heeft. Maar hij heeft ook laten zien dat hij veel zwaktes heeft. Ja. En een van zijn zwakten is zijn zelfbeheersing. En ik herken dat, want tot mijn 15e was ik ook een agressief, driftig jongetje. Dat door de boksport kreeg ik meer zelfvertrouwen en meer zelfbeheersing om veilig en verantwoord iedere keer mijn weg te vinden in die ring. En als Badr Hari dat kan opbrengen, dan met het fysieke en het, zijn kwaliteiten wat hij heeft in de ring, in de sport, dan kan het misschien een grote bokser worden. Je hebt talent, man. Ik ga je opvallen. Je bent een nieuwe girl. Je hebt een fighting spirit. Dit is de nieuwe Olympisch kampioen van Nederland. In Brazil. Ja, ik vertrek zo naar Londen. Maar voor alle nieuws, voor alle sportnieuws, Olympisch nieuws, kijk even op ad.nl. AD.nl voor sportnieuws, maar zeker voor alle actuele berichten. Are you ready? Kijken.